Iedereen wil gezond en gelukkig zijn. Soms zit je niet lekker in je vel en weet je niet welke tools je kunt inzetten om je weer gezond en gelukkig te voelen. Wij gingen langs bij Superbrains voor meer informatie. Om je gezonder en gelukkiger te voelen, moet je zelf ook dingen doen. Hè? Dus ik ben psycholoog, je hebt bij mij consulten. Maar het gaat niet alleen over die consulten, het gaat ook over wat jij zelf oefent thuis. Dus ik maak gebruik van een app, daarin zitten heel veel oefeningen. En het idee is dat je tussen de consulten door zelf aan de slag gaat en aan je behandeldoelen gaat werken. De kracht van online coaching zit hem eigenlijk in dat je er niet per se thuis voor moet zijn. Dus of je nou thuis bent of in het buitenland, je kan altijd je behandeling krijgen. Daarnaast kun je in de app aantekeningen maken over de gesprekken. En kun je dat dus ook altijd teruglezen als je het nodig hebt. Door een nieuwe gezonde routine te ontwikkelen, werk je eigenlijk aan je behandeldoelen. De mensen ervaren de online coaching als heel erg prettig. Ze hebben iets wat in hun broekzak kan en daardoor altijd ook bij de hand hebben. Zeker met die routines in de app kunnen ze dus op die manier makkelijk dingen doen. Daar kan de behandelaar dan ook mooi op reageren. En op die manier is het eigenlijk altijd aanwezig. Zeker met ervaringsdeskundigen voelen ze zich ook niet alleen. En dan kunnen ze op die manier ook met iemand praten, zodat ze op die manier ook echt elkaar hebben om te kunnen helpen. Betere zorg op maat, dat bepaal je eigenlijk zelf. Het gaat erover dat we aan de slag gaan en dat jij de superversie wordt die je zou willen zijn. En daardoor werken we aan doelen. En jij geeft aan wat je nodig hebt. Dus we kunnen videobellen, we kunnen chatten, we kunnen van alles en nog wat, maar we doen het samen.